Welkom lieve vissen en crosswatchers, ook aan deze reading. Ook aan deze reading jou aanspreken omdat de titel van toepassing is. Ook dan kan dit jouw reading zijn. Dit is de Keepers of the Light orakel, pardon. Ik denk dat je ergens van slag van raakt door wat iemand iets zegt tegen je of dat er iets gebeurt wat jou een beetje uit het veld slaat. Dat is wat ik voel. Oké, ik begin meteen met channelen. Welkom, dankjewel voor het liken, delen, abonneren, doneren. Ben je nieuw? Kijk even of het resoneert. Abonneren is welkom. Dan ben je namelijk energetisch verbonden met mijn kanaal of kanalen, want ik heb 4 tarotkanalen in totaal. Kijk voor nog meer gratis readingen even op een van mijn andere kanalen of voor een persoonlijke reading kan je op het linkje klikken en dan word je doorgeleid naar mijn website. Ik kan geen grip krijgen op die kaarten, dus je hebt het gevoel dat je ergens geen grip op hebt. Geen grip op hebt en dat er iets ineens gebeurt. Het kan ook zijn dat er iets tussen je vingers wegglipt. Dat gevoel heb je. En je wil eigenlijk grip daarop hebben. Of je wil het juist weg laten glippen, dat kan ook. Wie helpt jou hierbij? Of wie helpt het proces? Aartsengel Michael, die helpt jou. Aartsengel Michael zegt dat ondanks dat er iets wegglipt of als je ergens geen grip op hebt, laat het los. Heb vertrouwen in het universum. Heb vertrouwen in Aartsengel Michael, die staat jou bij. Die beschermt jou. En als jij ergens je zorgen over hebt, juist door ergens geen grip of geen controle over te hebben, geef die bezorgdheid dan aan hem, zodat jij hiervan verlost. Wat mogen wij nog meer weten over de situatie waar jij geen grip op hebt? Wat vindt deze persoon of de situatie hiervan? Worden er acties ondernomen of is er een bepaalde attitude? Wat vind jij van deze situatie waar je geen grip op hebt? En wat is de algemene energie op dit moment? Je hebt ergens geen grip op en dat doet jullie beiden heel veel verdriet, teleurstelling enzovoort. Vertrouwen is weg. Ik denk dat iemand een geste gaat doen richting jou of jij richting een ander. Ik denk dat de persoon weet dat de boel ontwricht is en dat ze terug balans in de situatie willen brengen of vice versa. Acties, attitude is de boel proberen te herstellen, terug balans, vertrouwen te krijgen in de situatie. Jouw gevoelens of wat je uitstraalt is dat jij aan het helen bent. Maar jij staat ook wel open voor verzoening. Uiteindelijk denk ik dat het goed komt met de 3 van munten. Dat jullie over die pijn teleurstelling heen komen. Omdat iemand zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in de situatie. En dat kan of jij zijn, lieve vis, of de ander. Ik snap dat er bezorgdheid is, omdat je het gevoel hebt dat je ergens geen grip op hebt. Maar heb vertrouwen in het universum, want het komt goed. Dat is wat ik eigenlijk al voel.
kan zijn dat je te maken hebt met een waterman of dat jij sterke waterman in je zonmaan Venus of ascendant hebt. De waterman reading zou je ook eventueel kunnen kijken. Die gaat over dat iets langzaam vooruit komt. Dus misschien dat je daar wat aan hebt. Dat dat misschien de andere kant belicht. Maar heb gewoon vertrouwen in het proces. Ik heb het gevoel dat je het vertrouwen kwijt bent geraakt. Dat je wel actief aan het manifesteren bent geslagen. En ook al moet je uiteindelijk deze situatie loslaten, dan nog zal het je heel veel heling geven. Maar ik heb zelf het idee dat niet hoeft. Ik denk dat het goed komt. En misschien juist omdat je nu geen grip op hebt, dat het universum jou laat zien dat het ook kan zonder dat jij daar controle over hebt. Dus dat je controle los mag laten en dat je vertrouwen mag hebben in het universum, de kosmos of het goddelijke. Dat ze je daarom laten, het gevoel geven je laten verzuipen, zeg maar, in de situatie. Maar dat het een heel belangrijk moment is, zodat jij dus kunt zien van dat je meer vertrouwen mag hebben. Dat het uiteindelijk goed komt, maar dat je niet alles onder controle kan hebben. En vaak is het zo dat je helemaal niks onder controle hebt, behalve jezelf. En misschien heb je ook keer op keer vanuit jezelf dingen geprobeerd te doen, te helen, de situatie op deze manier te proberen, op een andere manier, etc. En ik denk dat je het nu mag loslaten. Jij hebt die eerste stap gezet, of de ander zet die eerste stap. En die ander mag het dus loslaten. En dan vervolgens gaat het universum de rest overnemen. Zodat dat er een goede oplossing komt. Eigenlijk voor alle betrokkenen. Komt er een oplossing die het beste past in deze situatie, en dat heeft natuurlijk te maken met of je nog wel met elkaar resoneert, ja of nee, of dat je misschien vanuit een hogere energie iets nieuws hebt aangetrokken. Hè, dat zijn allemaal factoren waar het universum zicht op heeft, jij niet. En vandaar ook dat je het volste vertrouwen mag hebben in het universum. Maar ik kan me zo voorstellen dat je daar misschien toch wat onzeker over wordt, omdat je misschien moeite hebt om controle los te laten. En dan mag je dus je angsten, je onzekerheid of wat het dan ook is, misschien zit je het wel te overdenken. Dat je dat aan aartsengel Michael mag geven. Of aan je gidsenteam. Of nou ja, met wie je dan ook samenwerkt. Zodat je weet dat je veilig bent. En dat het uiteindelijk goed komt met je. Ook al is de situatie nu de 3 van zwaarden. Dat je niet blij bent, niet gelukkig met de situatie of de persoon. Er komt medewerking met die 3 van munten vanuit het goddelijke, het universum, de kosmos. Kan zijn dat dat te maken heeft met je werk.
Kan zijn dat het te maken heeft met een bepaalde angst die jij mag doorstaan. Of het kan zijn dat het te maken heeft met bepaalde geloofsovertuiging die je mag loslaten, die jou veel pijn en verdriet heeft gedaan. En dat je dan vooruit mag raken, hè? Dan durf jij wel vooruit te raken. Dus uiteindelijk komt het goed, hoe de uitslag ook is. Heb vertrouwen dat dit de enige juiste weg is voor je. Ook al zou jij, als je het zelf in de hand zou hebben, het misschien niet zo doen of voor een andere keuze kiezen. Toch is dit het allerbeste voor je. Ook al zie je misschien nog niet, zie je dat misschien nog niet duidelijk. Het is het allerbeste. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.